Hey Michael, waar gaan we zo naartoe? We gaan naar Gaming Universe, heet het. Een beurs, retrobeurs in Hengelo. Gaan we eens even kijken. Even kijken of er wat leuks ligt. Er ligt genoeg natuurlijk. Je hebt nooit geld genoeg bij je. Maar eens even kijken of er iets interessants ligt om mee te nemen. Laat ik het zo zeggen. Ik heb natuurlijk nu een nieuwe game room. En dat is super mooi. Alleen hij is kleiner dan de vorige. Er zit ook iemand extra in nu. Mijn werkplek is er. Dus ik heb minder ruimte. En dat, dus niet alles dat ik had, staat er. Dus ik ga nu ook niet meer, zeg maar, zoveel collecten als voorheen. Dus ik heb wel een beetje mijn doelen aangepast. Ik heb voor het eerst sinds tijden een lijstje. En ik heb geen idee hoe dat gaat bevallen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat zijn dan dingen die ik wel toe wil voegen aan de collectie. Volgend jaar ga ik trouwen, dus het zijn sowieso hele dure tijden. Weet je, ik ga ook niet 600-700 euro stuk slaan vandaag. Dat is niet het voornemen in ieder geval om te doen. Hoe loop jij door een beurs? Ik denk toch dat ik het eerst loop gewoon een beetje kijken en kijken of je bekende gezichten ziet eigenlijk. Het is meer een gezelligheidsding dan dat ik echt keihard op zoek ga naar games. Als ik met niks naar buiten kom, maar ik heb wel een paar praatjes gemaakt, ja, is het voor mij eigenlijk al prima. Kijk eens aan, chef. Hoe is het? Goed. Ja? Hoe is het met jou? Het is niet zo dat ik het nodig heb, zeg maar. Het is leuk als er wat ligt en ik vind het. Maar ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Ja. 45. Hey, nou, graag. In levende lijven. Hoe is het? Ja, goed, jij? Ja, maar wel oké. Ja? Ja. Maar ook wel oké, maar ik zeg maar goed zo, dat is lang geleden. Ja, dat is zeker lang geleden. Ja, ik zat helemaal niet te denken, want het is een thuiswedstrijd voor jou. Ja. Maar dat, dan nog is het niet, dadelijk mag je wel niet zo komen. Ja, ja, ik ben er wel. Ja, ik ben er wel. Ja, hoe is het? Je ziet heel fris uit. Hè. Ja, ik, 33. Echt? Ja. Ja. Ja, wegwezen. Okay. Ik denk weer ruilen, dan kan ik gratis naar binnen. Ja, wat iets zonders gedaan of zo? Iron Man. Vrouw overleden. Nee joh. Ja, dat is. Ja. Dus ja, dat. Ja, dat is niet. En dan verlies je wel wat, zeg maar, aan kilo's. Een nieuw leven, een nieuwe vriendin. Drukker leven. Ik ben eigenlijk net binnen. En ik weet het eigenlijk niet wat ik ga doen. Okay. Ja, ik ga kijken of er wat ligt. Ja, dan laat ik hier maar even voordat je weggaat, nog even zwammen nog even langs dan. Ja, is goed. Is goed. Rustig aan, je zien, man. Ja. Ja, spreek je. Ja. Zo gaat dat dus. Dat is het leuke aan een beurs. Ik heb veel games bij hem gekocht om mijn collectie te spekken. En ik kwam regelmatig bij hem thuis en dan even zitten, ouwe hoeren. En oh ja, ik heb hier nog een stapeltje games. Zo gaat het dan. En dan is het sociale aspect is leuker eigenlijk dan de game zelf. Ja. Leuk man.
vind ook dat eigenlijk al die verkopers moeten titels niet zo neerzetten met het plaatje naar voren. Gewoon de namen naar boven, dat is veel makkelijker zoeken. Het kost zoveel tijd. Zo. Ja, daar gaan we. Klein beetje nieuwe voorraad voor de game room, voor de nieuwe game room. Plek dan de allereerste. Die was natuurlijk op zolder weggestopt. En deze ligt toch net even iets meer centraal in het huis. Dit is heel anders. Ja, er zitten zoveel verschillen in met de vorige. Ik ben er nu achter gekomen hoe moeilijk het is om een game room te maken. Want we staan hier eigenlijk in de garage. Ik denk ongeveer, nou, dit stuk zo waar ik nu sta, dit gedeelte, tot aan hier ongeveer zo, dat was garage toen we het huis kochten. En het andere gedeelte was bijkeuken. Het was niet een keiharde eis dat er een game room kwam. Het hoefde niet per se. Ik wilde het wel heel graag. Maar het was in de tijd dat het heel moeilijk was om een huis te kopen. En ik had zoiets van, ja, als het niet kan, dan, ja, jammer dan. Weet je, dan geen game room. En toen kwamen we deze tegen. En toen keek ik naar die garage. En er waren genoeg slaapkamers op zolder en op de eerste. Toen dacht ik, ja, hier kan het wel. Alleen dan moet je er wel, er moet wel wat geld tegen aangesmeten worden. Want dat is dan niet zomaar. Maar dat is gelukt. Maar ja, het is wel werk. Tenminste, ik heb het zelf niet gedaan. Maar je moet wel over allerlei dingen nadenken. En ja, dan denk je van, wat ga ik dan doen qua inrichting? Kijk, ik kon niet allemaal kasten neerzetten en daar alles in doen zoals ik dat voorheen had. Dat ging niet. Dus ja, wat ga je dan doen? Ik dacht van, nou, weet je, als ik nou plankjes doe, dus dat is wat ik hier gedaan heb. Dan denk ik, doe kleine plankjes en dan doe ik per plankje het idee dat je de console neerzet, eventueel de doos, als die er is. En dan zet ik daar een aantal games neer van dat systeem, en zo hierachter ook, die ik echt heel tof vind, waar ik iets mee heb. En zo ben ik dat dan maar gaan aanpakken om het op die manier in te richten. En het is, nou, een game room is nooit af. Dat is het nu ook niet, want ik vind dit nog iets te statig. Alleen ik weet nog niet wat ik er dan wel mee wil. Maar ik wilde mezelf ook niet dwingen om dag 1, bam. Dat moet dag 1. Want dan ga je iets doen wat waarschijnlijk toch tegenstaat. Ik ben wel tevreden. Mijn oude game room had, die was natuurlijk op zolder. En daar ging ik vaak zitten voor rust. Gewoon even lekker en gewoon kijken naar je collectie. Dat is nu anders. Want het zit aan de keuken, dus iemand stapt makkelijker binnen. Er is altijd wel geluid en herrie. Dus het is niet meer die plek van even rustig zitten. Ja, als alles naar bed is. Of zoals nu, als iedereen weg is, zeg maar.
dan zit ik hier wel voor de rust. Mis je dat in deze kamer? Soms. Ja, soms mis ik dat wel. Ja, soms mis ik dat. Dan. Nu is het stil. Het enige wat je hoort zoomen is misschien de koelkast. En dan kan je hier zitten en is het rustig. Maar daar op zolder kon ik altijd naartoe als ik denk, ik wil even rust. Dat is hier niet altijd, nee. Maar ja, goed, weet je. Aan de andere kant brengt het ook gezelligheid. Wat ik echt heel leuk vind, is dat die van 13, die vindt gamen tof. Maar die heeft PlayStation 3 gespeeld, de PlayStation 4 en dat is het. Dus, oké, dit is allemaal wat nieuwer, maar alles wat hier staat, PlayStation 1, PlayStation 2, Amiga, dat soort dingen, heeft hij allemaal nooit gespeeld. Maar hij heeft er wel interesse in. En dat vind ik tof. Dus wat ik een tijd geleden gedaan heb, ben ik een avond met hem gaan zitten. Heb ik deze oude reus aangezet, PlayStation 1 aangesloten en hebben we heel de avond hebben we Light Gun Games zitten spelen met z'n tweeën. En dan zie je hem en dan wil hij ook echt. Dus hij zit echt te mikken. En dan vind ik dat wel heel tof dat je de jongere generatie, het klinkt natuurlijk heel belerend, maar toch nog iets kan bijbrengen qua games. En hij vindt dat ook leuk. Ondanks dat ik hem niet gemaakt heb, is dat toch een soort vader-zoon dingetje. En dat is wel. Dat vind ik dan wel heel cool. Dus ja, die rust, die is er niet vaak. Dus dat mis ik soms wel eens als ik denk even dat. Maar aan de kant brengt een hoop gezelligheid mee terug. En ouwe hoeren en lachen. En ja, anders had ik zelf waarschijnlijk nooit meer mijn PlayStation 1 opgestart en was ik Light Gun Games gaan spelen. Maar nu doe je dat wel, want ja, weet je, je gaat. En dat komt bij mij dan ook weer plezier uit. En dat. Het mooie van een game room is dat je de herinnering hebt of wat dan ook. Die heb je hier nog niet echt. Het is nieuw, weet je. Het staat net 4-5 maanden. Maar ik ben ze nu al wel aan het maken. En dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Ja, dat je daar dan op terug kan kijken. Ik had op mijn zolder 2 van die demopods, van die grote standaarden die in winkels stonden waar je aan kan spelen. Die kan ik hier niet kwijt. Die kan ik hier nergens kwijt. En ik weet het, ik heb terug zitten kijken wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd, die ga ik nooit wegdoen. Ja, weet je, waarschijnlijk kunnen ze met z'n tweeën voor 750 of 1000 euro kunnen ze wel weg. Kan ik best wat leuks verkopen. Kan ik best wat leuks verkopen. Dus ik vind dat moeilijk. Het is heel apart. Als je alles in je handen hebt. Of je het gaat bewaren of niet. En dat is. Misschien heeft elke verzamelaar dat wel. Dat het één keer in de zoveel tijd komt het op. Ik heb ook gezegd. Toen ik aan het inpakken was. Verder aan het inpakken was. Ik ga gewoon een hoop verkopen. Want wat speel ik nou op de Sega Mega Drive? Speel ik nooit op. Heb ik vroeger nooit gehad. Heb ik gekocht omdat ik dacht, leuk, die console erbij en ik heb wat games. Maar ik speelde nooit op. Als ik dat verkoop, weet je. Maar ik heb het toch niet gedaan. Er werd mij door mijn vriendin, door mijn schoonmoeder, door allerlei andere mensen werd me afgeraden van, doe nou niet. Ga het nou eerst neerzetten en kijk daarna gewoon. En niet alles wat hier staat is ook een keuze. Als in, dit wilde ik neerzetten, zoals deze games. 18 jaar en ouder Japanse games. Helemaal mijn genre niet. Ik speel geen hentai, geen Japanse pornografische games. Ik verzamel het ook niet. Alleen het lag een keer bij een kringloop.
voor 4 euro de stuk. En echt gewoon nog, ja, het zit in de ziel nog. Kan er, ja, van deze kan ik alleen de voorkant laten zien. Zit in de ziel, stickertjes erop, alles. Je ziet het gewoon nooit in het wild. Dus ik heb ze alle 6 gekocht. Er zijn er nog maar 5. Eentje heb ik verkocht op eBay. Die heeft dit bedrag goed gemaakt, plus een beetje winst. En ik vind het voor mezelf nu wel leuk om hier neer te zetten, vanwege het verhaal wat erachter zit, zeg maar. Er zit nog meer aan. Was met mijn ex-schoonmoeder. Nee, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Laat maar zeggen, de moeder van mijn overleden vrouw was er toen ook bij. En die zei, oh, als je het wil hebben, dan betaal ik het wel. Ja, dat voelde heel awkward, zeg maar. Ik zeg, nee. Ik zeg, koop ze zelf wel. Maar het is ook raar als je 18 plus materiaal afrekent in de kringloop. En je ziet dan op het displaytje, zie je staan, speelgoed 4 euro. Ja, ik weet niet. Dus weet je, met dat in gedachten, zeg maar, met dat in het hoofd, vind ik het leuk om hier nu even te hebben staan. Ja, op het moment dat ik iets anders heb of iets beters of weet ik wat, dan is dat het eerste wat vertrekt. Maar voor nu vind ik het leuk. Ach, als toch een game erin gaat doen. Een van mijn favoriete games. Cooler World. Het idee is heel simpel. Je bent een soort strandbal. En je moet puzzelen. Dit is dan zeg maar wel wat game echt leuk maakt. Tuurlijk, er zijn genoeg games heel ingewikkeld en heel moeilijk en met wijze diepe systemen. Maar zoiets als dit. Iedereen kan dit gewoon oppakken en beginnen te spelen. Dat maakt dan retro gamen toch vaak wel leuk. Dit wordt wel langzaam het tijdperk dat eigenlijk iets fysiek hebben niks meer voorstelt. Er zijn heel veel mensen die vragen, ja, weet je, waarom koop je dit allemaal? Nu achteraf, kijk, zo'n game als vandaag die ik gekocht heb, zo'n Ninja Blade. Ja, weet je, als ik die wil hebben, dan moet ik hem wel kopen. Maar alles wat hier staat, zeg maar, ja, daar kan je ook heel veel gewoon digitaal van kopen. Het voordeel is van digitaal natuurlijk, is je zit op de bank en je kan gewoon iets anders aanzetten zonder dat je op hoeft te staan. Het nadeel van digitaal is, en daar kwam ik laatst maar weer achter, er was een game voor de Xbox 360, die wilde ik best wel graag hebben. Die was digitaal, alleen digitaal, en in 2011 hebben ze hem uit de store gehaald. Dus die game is niet meer te koop. Als je hem gekocht hebt, dan kan je hem altijd blijven downloaden, maar hij is niet meer te koop. Als die op disc was en had vandaag op die retrobeurs gelegen, dan had ik hem gekocht. Met dat in het achterhoofd koop ik dan dus het liefst nieuwe games ook gewoon fysiek. En wat blijkt, op deze disc van Modern Warfare 2 staat 72 MB. En meer staat er niet op. Terwijl de game geïnstalleerd met alles erop en eraan is meer dan 100 GB. Nou weet ik wel, 100 GB past hier niet op. Maar had dan in ieder geval nog de single player, de campaign hierop gezet. Dat als ik over 20 jaar denk, ik wil Modern Warfare 2 spelen. En die game zou geen servers meer hebben, niks. Heb ik hier. Nou, maar dat kan eigenlijk best vallen. Dat maakt toch niet uit. Ik heb hier niks aan. Het enige wat dit doet, is tegen die Xbox vertellen, je hebt het gekocht. Hij heeft het. En ja, je bent het gewend. Tenminste, geweldige game voor PC. Zo heeft het in de winkel gelegen, denk ik. Ik heb hem gekregen, maar het staat hier al op. PC Digital. Dit koop je. Er zit een kaartje in met een code. Meer is het niet. En hier staat, oh, je moet even naar rockstargames.com/launcher. Dan download je wat, vul je die code in en dan wordt de game binnengehaald.
Ja, dit is wel de doodsteek voor mensen die een game room hebben of die het leuk vinden om iets te verzamelen, echt iets vast te hebben. Wat heb ik hier nou vast? Ja, het is een stukje plastic. Dat is elke game. Elke game heeft aan de buitenkant een stukje plastic. Maar als Rockstar over 20 jaar, 30 jaar de servers offline haalt en je kan het niet meer downloaden, heb ik hier dus niks aan. Hier, dit. Ook plastic. Maar dit kan ik altijd, mits, hè, het zijn cassettebandjes, dus het is magnetisch. Mits ze het blijven doen, kan ik dit erin steken. Maar ja, dit heeft ook een nadeel. Voor de Commodore 64, Hero. Een van mijn favoriete games ooit. Plastic, cassettebandje. Als je deze inlaat op je Commodore 64 en je komt in level 14, kan je hem niet uitspelen. Er zit een bug in. Er mist op de cassette in level 14 een doorgang. Dus je zit vast. Deze kan je nooit en ten nimmer uitspelen. Nooit. Ja, dat is weer het nadeel van iets fysiek hebben. Wat en dan ook nog wat niet te updaten was. Dus ja, het heeft alle twee zijn voor's en zijn na's. Maar de eerste 14 levels kan ik altijd blijven spelen van die game. Ja, Modern Warfare 2, waarvan ik eigenlijk een doosje koop met een disc waar niks op staat, heb ik waarschijnlijk over 20 jaar helemaal niets meer aan. Ja, het is leuk in de kast en dat vind ik dan natuurlijk leuk. Maar ja, echt, je hebt er niet echt iets aan. Het is nu ook samen doen met die jongens in het huis. Dus het is meer dat samen doen. En wat het voorheen was... En dat heb ik toen ook gezegd. Ik doe het omdat het mijn hobby is. Je denkt op een gegeven moment over na van ja... Kijk, ik deed het omdat ik op dat moment niet echt iets anders te doen had. En dat klinkt heel sneu en heel zielig. Maar niemand hoeft met mij medelijden te hebben. Maar dat was wel wat het was. En nu is het meer een keuze. Nu maak ik er tijd voor, zeg maar. We hebben nu een gezin met 3 kinderen, 3 honden. Een huis dat redelijk aan volume is. Dus nu kies ik er meer voor om het te doen dan voorheen. Ik deed het omdat, wat ging ik anders doen? En dat heb ik nu niet meer. Ik koop het nu bewust. En ik speel nu bewust. En ik denk dat ik daar wel meer van geniet. Ja, meer van geniet dan wat het toen was. Ik denk dat het hetzelfde is als eten. Als je, nou, ongelukkig klinkt heel hard, maar het schuurt er wel tegenaan. Wat gaan mensen dan doen? Eten om het eten. Gewoon blijven kanen, gewoon chips blijven stouwen. Kan ik nog steeds prima hoor. Dat is punt niet. Maar dat was denk ik ook met die games. Gewoon kopen om het kopen. Dat is nu niet meer. En nogmaals, dat klinkt heel zwaar. En alsof ik hiervoor een verschrikkelijk leven had. Zo is het natuurlijk niet. Alleen, dat is wel hoe het veranderd is. Dus nu is het een moment kiezen om te gaan gamen. Dat is wat het nu is. In plaats van het doen om dat... Wat ga ik anders doen?
Maar ik ben tevreden. Zeker. Ja, een tevreden man die... ik wou zeggen klop krijgt in Call of Duty, maar valt op dit moment mee. Die hier af en toe lekker zit te gamen en af en toe een handheld pakt van een plank. En hier zijn werk doet. En ook gezellig aan een, 12, 13, 13 jaar is het natuurlijk inmiddels, maar aan een wat jongere, een jongere generatie uit kan leggen waarom, wat, welke games bij ons aansloegen en waarom. Zeg maar, wat de appeal is van gamen van toen en nu. Nu is dat voor de jeugd een multiplayer. En toen was het proberen een highscore te halen. En ja, dat kan ik nu laten zien. En kunnen we samen spelen en dan kan je het daarover hebben. Dus ja, nee, ik ben tevreden. Ja, ik ben echt wel tevreden. Het hele huis, de game room, alles. Ja. Ja, het is hem wel. Ja.